Engines on. Fasten seatbelts. We waren 12 jaar. Een leeftijd waarop alles nog open ligt. Een leeftijd waarop je stilaan bij de groten gaat horen. Een leeftijd ook waarop je belangrijke keuzes maakt. Zoals de keuze voor een nieuwe school. We waren op zoek naar een goede, warme school. Waar we met onze eigen talenten terecht zouden kunnen. Niet zomaar de eerste, de beste school. Maar een school met echte aandacht voor de leerlingen. Een school waar je dingen kon leren. Maar waar punten niet het enige waren. Een school waar we ons thuis konden voelen. Een school die thuis was in talent. Eén school trok alvast onze aandacht. Maar we waren niet van plan de geruchten die we erover hoorden zomaar voor waarheid aan te nemen. Nee, we zouden zelf ons onderzoek uitvoeren. Een onderzoek naar het antwoord op die ene vraag. Het antwoord dat onze twijfels moest wegnemen. Was deze school, de broederschool, werkelijk thuis in talent? Goedenavond, beste sympathisanten van de Broederschool. Welkom in de studio Argus voor pakweg een uur informatie over het reilen en zeilen op de Broederschool. Lieven Dufour, oud-leerkracht en nog steeds grote fan van de Broederschool, die neemt de techniek voor zijn rekening, samen met zijn collega Tim de Serrano, waarvoor hartelijk dank. En verder zijn we met de hele ploeg aanwezig, participatief als we zijn. We gaan filmpjes tonen, live gesprekken uitvoeren en getuigenissen tonen, waarmee we een eerlijk en een volledig beeld willen schetsen van het schoolleven op de Broederschool. U zal merken dat de baseline, de nieuwe baseline van het huis, thuis in talent, dat die echt wel niet uit de lucht gegrepen is. Hoofdrolspelers van dienst, en dat is op de Broederschool heel vaak zo, u hebt het al gemerkt, dat zijn Olivia Cousset en Lander de Blik, leerlingen van de school. En zij geven ons als het ware een inkijk in een dagboek. Het verslag van hoe zij vorig jaar de school hebben gekozen en hoe zij het hebben aangepakt en wat zij belangrijk vonden bij die keuze. En vooral ook waarom ze opnieuw voor onze school zouden kiezen. Maar u, beste kijkers, u speelt ook een hoofdrol vanavond. Deze avond is immers interactief. U kan reageren. Mocht u ondanks de uitgebreide info die we vanavond leveren toch nog een vraag hebben, laat alleszins niet na om die in de chat te gooien. Onze medewerkers die gaan die doorspelen en we gaan proberen uw vraag vanavond in de uitzending nog te beantwoorden. Kijk, daar komt Benjamin Reyes junior bijvoorbeeld. Die is heel benieuwd naar hoe het vanavond zal verlopen. Welkom Benjamin. Het geeft me meteen ook de gelegenheid, beste kijkers, om de jarige kijkers die thuis zitten nog even snel in de bloemetjes te zetten. Hartelijk gefeliciteerd aan twee leerkrachten van bij ons, Leen Gieselink en Caroline van Tornhout. Maar ook twee leerlingen zijn vandaag jarig. Matthias Maddens uit 2MWB en Tibe Verheijden uit 1AD. Hartelijk gefeliciteerd. Wie goed oplet kan ook een prijs winnen vanavond. Een paar keer zal in de filmpjes dit logo, Lieven zal het even op het scherm toveren, voilà. Dit logo zal verschijnen in de filmpjes die je vanavond zal zien. En wie ons het snelst kan aangeven in de chat waar je die logo's vindt, dan verdient die persoon een drinkfles van de Broederschool met het logo van de Broederschool, een milieubewuste keuze. De Broederschool is een heel milieubewuste school ook. En tenslotte, beste kijkers, rekenen we ook om u om aan deze infoavond nog veel meer ruchtbaarheid te geven dan ze tot nu toe al had. Deel onze uitzending alsjeblieft, like ze, gooi dingen in de chat, zodat zoveel mogelijk mensen die eerlijke schets die we vanavond van het Broederschoolleven willen brengen, toch te zien zullen krijgen. Mochten er technische problemen zijn, dat kan altijd, dan hoeft u niet te panikeren. Mocht u eruit vliegen, ga gewoon terug naar onze Facebookpagina. U zal ongetwijfeld via dezelfde link opnieuw verbinding kunnen maken. Maar genoeg inleiding. We gaan eens effectief op stap met onze piloten van dienst, Lander en Olivia. En we volgen ze op een eerste etappe van hun zoektocht naar en doorheen die school vol talent. Engines on, fasten seatbelts, off we went. We zochten een school waar we welkom waren.
Een school waar er een vriendschappelijke sfeer was tussen de leeftijdsgenoten. Maar waar ook een nauw contact bestond tussen de leerkrachten en leerlingen. En tussen directie en leerlingen. Een school, kortom, waar we ons thuis konden voelen. Waar konden we in deze broederschool dan beter onze zoektocht beginnen dan bij de directie? Voilà, onmiddellijk door tot de kern van de zaak, tot bij de bazen van de school. Hartelijk welkom, Vincent Klaarhout en Lisa de Ruyck. Ik mag Vincent en Lisa zeggen, neem ik aan. Mm-hmm. Hartelijk zeker. Welkom. Lander en Olivia, ze hebben het gezegd in het filmpje, die zochten een degelijk aanbod. Lisa, kan je eens aangeven waarom de keuze voor de broederschool een goede keuze is voor een 12-jarige? Ja, natuurlijk. Zoals onze baseline Thuis en Talent het eigenlijk perfect verwoordt, maak je met de keuze voor de broederschool een keuze voor een school die sterk inzet op talent, in de ruime zin van het woord. En tegelijkertijd maak je de keuze voor een school die zich enorm inspant totdat elke leerling zich zo snel mogelijk en zo goed mogelijk thuis kan voelen. Mm-hmm. Inzetten op talent, zeg je. Dus Vincent, ik neem aan dat dat in de eerste plaats het cognitieve, het leren, zal zijn dan? Uiteraard, dat is zeker zo. We zijn immers een doorstroomschool. Dat betekent dat de jongens en de meisjes die voor de broederschool kiezen, dat die keuze maken voor een school, dus waar effectief een sterk kwalitatief aanbod aan studierichtingen aangeboden wordt, die onze leerlingen eigenlijk klaarstoomt om met een grote kans op succes hoger onderwijs aan te vatten, of het nu aan de hogeschool is voor een bacheloropleiding of aan de universiteit voor een masteropleiding. Dat is één. Maar voor het zover is, is er natuurlijk wel een behoorlijk lange weg nog te gaan, zeker voor onze nieuwe leerlingen. Daarom gaan we zeker van start in de eerste brede observerende en oriënterende eerste graad, waar onze leerlingen eigenlijk stapsgewijs hun talenten gaan leren ontdekken. Dus dat gaat stap per stap onder behulp van de coachende rol van hun leerkrachten uiteraard. Ook de keuzevakken, dat zijn vakken die ze zelf kunnen kiezen in de eerste graad, spelen daar een belangrijke rol in. En uiteindelijk is het de bedoeling dat ze dan op het einde van het tweede jaar eigenlijk een specifieke studierichting gaan kiezen die het best aansluit bij hun interesses en bij hun capaciteiten. Amai, dat is al meteen een hele boterham, een heel sterk aanbod. Maar ik verwacht, of we verwachten dan toch wel dat er goed gewerkt wordt, Lisa, door de leerlingen, neem ik aan. Ja, inderdaad. We leggen de lat hoog. We verwachten ook dat onze leerlingen zich goed inzetten, zowel tijdens de lessen, maar ook na school, thuis of in de avondstudie. Want ook uiteraard na schooltijd zal er met regelmaat moeten gewerkt worden. Leerlingen die voor de broederschool kiezen, zijn ook doorgaans zeer leergierig en leren bij ons op school ook echt zelfstandig aan de slag gaan. Mm-hmm. Maar geen zorg, uiteraard wordt dat alles van bij het begin van in het eerste jaar heel goed begeleid en aangebracht. Ja. Allee, je zegt dus, we zetten in op talenten van de leerlingen, zowel cognitief als andere talenten. Maar tegelijk moeten die leerlingen zich thuis voelen op school. Hoe pak je dat dan concreet aan? Ja, het is zeker ongetwijfeld zo dat de school op de eerste plaats een plek is. Zeker ook een school als de onze, waar voornamelijk gewerkt en gestudeerd moet worden. Maar hopelijk mag het ook veel meer zijn dan dat. Dus in die zin vinden we het wel belangrijk om een stimulerende leef- en leeromgeving te creëren voor onze leerlingen. Zodanig dat ze zich echt goed in hun vel voelen bij ons op school. Op de broederschool vinden we een vriendelijke omgang en een nabijheid van leerlingen en leerkrachten heel essentieel, heel belangrijk. Leerlingen zijn bij ons ook absoluut geen nummer. Ja, dat klinkt heel goed natuurlijk. Dat zijn een aantal slogans. Leerlingen moeten zich geborgen voelen bij ons, moeten zich thuis voelen, moeten zich veilig voelen, net zoals wij nu. Mm-hmm, ook zorgen zeker voor veiligheid met die tussenschotten. We zijn coronaproof bezig. Mm-hmm. Maar ik heb nog niets concreets gehoord. Kan je eens vertellen wat je dan concreet doet, nog kort? Ja, het zit eigenlijk echt wel in heel veel zaken. Zoals Vincent aangaf, is die vriendelijke nabijheid van opvoeders, leerkrachten, maar ook directie, toch wel een van de pijlers van onze school. Mm-hmm. Ja, ik wil hier absoluut dan ook bijvoorbeeld de balie vermelden. Dat is toch echt wel iets wat heel bekend is bij ons op de school. Voor wie het niet kent, dat is eigenlijk het centrale punt op de school waar leerlingen altijd bij een opvoeder of tijdens de pauzes bijvoorbeeld ook heel vaak bij onze directie terecht kunnen voor alle kleine en grote probleempjes die ze zouden hebben. Of ook gewoon voor een fijne babbel, dat kan zeker ook. Mm-hmm. Opvoeders, ook belangrijk om weten. In die zin worden bij ons op onze school altijd met een voornaam aangesproken. Dat is ook illustratief voor onze laagdrempelige aanpak. Ja. Mm-hmm. Trouwens, wat ik er ook nog kan aan toevoegen, is dat we ook tijdens de middag kunnen eigenlijk, dat is ook al een traditie, een lang
een aanbod hebben van een hele brede waaier aan middagactiviteiten, dankzij de breedwillige medewerking uiteraard van opvoeders en heel wat leerkrachten. Anders zou dat niet mogelijk zijn. Dus dat biedt ook weer leerlingen tijdens die lange middagpauze de mogelijkheden om zich zinvol bezig te houden. Wie weet ook nieuwe talenten te gaan ontdekken. Mm-hmm. Dus zeker geen ruimte om zich te vervelen. Er is absoluut iets voor elk wat wils. Oké, maar daar komen we in de uitzending nog op terug. Was er nog Ja, iets? Zeker. Ja. Ik kan ook aanvullen dat we altijd kunnen rekenen op een super dynamische leerlingenraad die doorheen het schooljaar heel wat leerlingvriendelijke activiteiten voorzien. Vanuit de directie en vanuit het schoolteam geven we onze leerlingen ook steeds graag de kans om zelf activiteiten te kunnen gaan organiseren. Okay. Dus heel beknopt gezegd, de Broederschool Thuis en Talent, we staan echt voor een kwalitatief sterk aanbod dat alles kadert dan binnen een gemoedelijke familiale sfeer op mensenmaat met oog voor ieders talent aan waar we hopen dat elke leerling zich thuis kan voelen. Ja, en vanuit alle geledingen en al die geledingen zullen vanavond nog aan bod komen. Zeker. Ook. Klinkt een beetje als een ingestudeerde slogan. Het is gemakkelijk om zoiets te verkondigen natuurlijk. De enige referentie die je kan vertrouwen daarin zijn natuurlijk de leerlingen zelf. Dus we gaan eens kijken. Ik nodig jullie uit om samen met mij nog eens te kijken naar wat Lander en Olivia daarover denken in hun zoektocht verder. Graag. Engines on, vasten seatbelts. Allemaal goed en wel, dachten we. In de Broederschool staan directie, leerkrachten en leerlingen dicht bij elkaar. Maar we wilden meer, veel meer. We wilden kwaliteit. We wilden lessen van een behoorlijk niveau. Onderwijs dat een goede basis bood. Lessen waar je op een aangename manier de broodnodige leerstof voor later aangeleerd kreeg. Een school waar we op een toffe en eigentijdse manier verschillende talen konden leren. Engels op een levensechte manier en niet alleen boekjes Engels. Frans, zoals je het in een echte situatie zou gebruiken. Nederlands ook natuurlijk, waar je de bouwstenen van een taal kon leren en creatief met taal kon bezig zijn. En als je wat groter werd, later ook Duits en misschien zelfs Spaans. We zochten een school waar je ook die andere belangrijke kennis voor later kon opdoen. Economie. Een school waar economie niet alleen een kwestie was van cijfertjes en puur boekhoudwerk, waar je uitgebreid over ondernemen, kopen en verkopen leerde. Maar waar je met meer bezig was dan alleen maar geld of zaken. Duurzaamheid. Eerlijke handel. Maatschappelijke problemen. De school moest ook een zeer degelijke wiskundige opleiding aanbieden. Een opleiding waar wiskunde geen ver van de jeugd herbed was, maar waar de theorie toegepast werd op heel concrete gevallen. En waar wiskunde een leuk vak was, vol uitdagingen, rond vragen die wel dicht bij het echte leven staan. Een school dus waar wiskunde je leerde nadenken over echte wiskundige problemen. Wat we ook zeer belangrijk vonden was wetenschappen. Wetenschappen vormen immers de basis voor veel studierichtingen. We waren op zoek naar een school waar echt wetenschappelijk onderzoek gedaan werd. Onderzoek in een modern en veilig lab. Onderzoek van planten, van dieren, van de mens, van de wereld en de natuur. Van chemische reacties, rare natuurverschijnselen en alle fantastische dingen in de natuur. Voilà, dat was al een heel uitgebreid beeld van de basisvakken op onze school in de eerste graad. Hoe we talen, economie, wiskunde en wetenschappen bij ons aanpakken. En ik zag daarnet Sylvia Surmont passeren in de chat. Dat is al meteen onze eerste winnaar of winnares van de wedstrijd. Zij verdient dus een broederschoolfles en kan die komen afhalen aan de balie op school. Proficiat. Nu, dat basispakket zag er al heel spectaculair uit volgens Olivia en Lander. Maar dat is natuurlijk niet het volledige plaatje. Hoe ziet een volledige lessentabel er op school uit? Welke richtingen zijn er? Welk traject kan je bij ons afleggen? Dat hebben we gevraagd aan de spraakwaterval van school, mevrouw De Smet. En zij doet dat nu voor ons eens uit de doeken. Hallo, ik ben Sophie De Smet, leerkracht wiskunde.
schoolstructuur. Het eerste wat erg belangrijk is, is dat je weet dat onze school zich in de doorstroomfinaliteit bevindt. Dat wil zeggen dat leerlingen die het advies 1A extra of 1A accent bij ons een plekje kunnen vinden. Dat wil ook zeggen dat we jullie voorbereiden op studies aan de hogeschool of aan de universiteit. Laat ons eerst eens een kijkje nemen naar de lessentabel van het eerste jaar. Aan de linkerkant vind je de basisformule. Dat zijn uren die vaststaan. 27 uren daarvan stonden vast en wij hebben die aangevuld met een extra uur Nederlands, een extra uur Frans en een extra uur wiskunde. Omdat we het erg belangrijk vonden om in die uren te gaan verdiepen en verdiepen. Je vindt misschien ook enkele vakken in die lessentabel die niet meteen een belletje doen rinkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan MediaWise. Dat is een vak waarin je gaat kennis maken met allerlei digitale toepassingen en waar je wijs, verstandig zult leren omgaan met sociale media. In geldwijs ga je de beginselen leren van de economische wereld. Bij geschiedenis vind je het woordje klil. Een collega zal daar straks meer uitleg over geven, maar kort gezegd wil dat zeggen dat je dat vak in het Engels kan volgen of in het Nederlands. Dat is een keuze die je zelf zult moeten maken. Daarnaast mag je zelf nog 2 vakken kiezen uit onze keuzepakketten. Je hebt 5 mogelijkheden, daarvan kies je er 2. 1 keuze zul je krijgen 2 uur per week van september tot december. De andere keuze krijg je dan van januari tot juni. In het tweede jaar bieden wij de basisoptie moderne talen en wetenschappen aan. Dat wil zeggen dat je naast de 25 vaste uur 5 extra uur krijgt. 3 uur basisoptie moderne talen en 2 uur wetenschappen. Daarnaast willen we jullie ook heel graag laten kennismaken met de basisoptie economie en organisatie. En daar moet je zelf een keuze gaan maken. Of je kiest voor een taalgerichte optie, dan heb je een extra uurtje Engels. Of je kiest voor een wiskundegerichte optie en dan heb je een extra uur wiskunde. Na het eerste en het tweede jaar, wat wij onze eerste graad noemen, ga je naar de tweede graad. Dat is het derde en het vierde jaar. En daar zal je een heel belangrijke keuze moeten maken. Bij ons op school heb je de keuze tussen 3 studierichtingen. Je kan kiezen voor economische wetenschappen, voor moderne talen of voor natuurwetenschappen. Laten we eens heel kort overlopen wat het verschil is tussen die 3 richtingen. Bij economische wetenschappen heb je 4 uur economie, zowel in het derde als in het vierde jaar. In de richting moderne talen heb je 2 uur economie in het derde jaar en 3 uur economie in het vierde jaar. En in de richting natuurwetenschappen heb je jammer genoeg geen economie. Wetenschappen dan? Bij de richting economische wetenschappen heb je 3 uur. De richting moderne talen heb je 4 uur in het derde jaar en 3 uur in het vierde jaar. En bij natuurwetenschappen heb je zowel in het derde als in het vierde jaar 6 uur. Belangrijk is hier dus dat in de richting moderne talen de wetenschappen toch iets moeilijker zijn dan in de richting economische wetenschappen. Voor wiskunde in de richting economische wetenschappen en de richting natuurwetenschappen heb je 6 uur. In de richting moderne talen is dat 4. De talen dan, in economische wetenschap krijg je een pakket van 11 uur talen. Bij moderne talen is dat 12 uur talen in het derde jaar, 14 uur talen in het vierde jaar. En bij natuurwetenschappen heb je 12 uur talen, zowel in het derde als in het vierde jaar. De keuze die je daar maakt, bepaalt eigenlijk al een stukje waar je dan terecht kan in onze derde graad. De derde graad, dat is het vijfde en het zesde middel. Kies jij bijvoorbeeld in het derde jaar voor economische wetenschappen, dan is het logisch dat jij in de derde graad gaat doorstromen naar economie-wiskunde of economie-moderne talen. Bij economie-wiskunde ligt de nadruk meer op de economie en op de wiskunde, terwijl bij economie-moderne talen de nadruk daarmee gaat leggen op de economie en op de talen, logischerwijs. Kies jij in de tweede graad voor moderne talen, dan is het logisch dat je gaat doorstromen in de derde graad naar enerzijds economie-moderne talen, of naar de richting moderne talenwetenschap, waar de economie dan wegvalt, maar waar er opnieuw heel sterk naar of op wetenschappen wordt ingezet. En kies je voor natuurwetenschappen, heb je 3 mogelijkheden. Of je gaat naar moderne talenwetenschappen, of je gaat naar wiskundewetenschappen met 6 uur wiskunde, of wiskundewetenschappen met 8 uur wiskunde. Goed, dat was in een notendop hoe onze schoolstructuur eruit ziet. Heb je nog vragen, stel ze zeker in de chat. We beantwoorden ze graag. En heel veel succes met jullie keuze. Daar. U merkt het, beste kijkers, met de basis talen, wiskunde, economie en wetenschappen kan je bij ons eigenlijk al heel wat richtingen uit.
Het ging allemaal waarschijnlijk wat rap, dus wie het nog eens rustig wil bekijken, deze uitzending wordt opgenomen, die kan je achteraf nog eens opnieuw bekijken, mocht je dat willen. Maar je kan ook de schoolbrochure vinden op onze website. Je kan die aanvragen op papier of je kan die downloaden zelfs vanaf de website. Dus daar kan je het allemaal eens rustig bekijken. We hebben ondertussen nog een winnaar van de wedstrijd. De flessen vliegen de deur uit. Er kan ook een alternatieve prijs gegeven worden, ook, maar altijd milieubewust. De tweede winnaar van vanavond, Marina de Broeder. Proficiat. Nu, we hebben gezien dat een aantal vakken vastliggen. Dat leerden we uit wat Sophie daarnet gezegd heeft. Maar er is in het lessenpakket ook ruimte voor heel wat persoonlijke invulling. Dat is typisch broederschool. Wij maken ruimte voor de leerling om te ontdekken waar hij of zij goed in is. En dat wordt ook in het lessenpakket weerspiegeld. Er zijn daar een aantal keuzes die kunnen gemaakt worden. En welke specifieke keuzes dat zijn en wat Olivia en Lander daarbij belangrijk vonden, dat gaan we nu eens in het volgende filmpje, de volgende etappe, bekijken. Engines on, fasten seatbelts. En verder ging de zoektocht. We waren enigszins gerustgesteld. Op de broederschool kon je kiezen uit een hele reeks van studierichtingen met zeer veel opties voor latere studies. Maar we wilden meer dan het pure studeerwerk. We wilden een school die alle talenten van de leerlingen aansprak. Een gezonde geest en een gezond lichaam was ook ons motto. Bewegen en de link tussen sport en wetenschap leek ons een noodzaak. En ook nieuwe sporten kunnen beleven. Hallo, ben je sportief en geïnteresseerd in de wetenschap achter de sport? Dan is MOVE zeker en vast iets voor jou. Binnen MOVE maak je kennis met een ruim aanbod aan sport. Je leert er nieuwe sporten kennen, sporten die je vast en zeker nooit eerder beoefende, maar we gaan nog dieper in op beter gekende sport. Binnen dit keuzevak vinden wij team spirit en fair play heel erg belangrijk, maar ook motivatie en inzet vinden wij een belangrijke factor om binnen dit keuzepakket te scoren. Ben je naast het sportieve ook heel erg geïnteresseerd in het wetenschappelijke, dan is MOVE zeker en vast iets voor jou. Als je een sport wetenschappelijk gaat benaderen, ga je er namelijk op een heel andere manier naar kijken. Zo, ben je dus mee in ons sportief wetenschappelijk verhaal, dan is MOVE vast en zeker iets voor jou. Er moest ook plaats zijn voor het artistieke en de opleiding. Je leren uitdrukken op een kunstige manier. Stapje voor stapje durven iets brengen voor het publiek. De broederschool had ook dat in de aanbieding. Hallo, mijn naam is Arne. Ik ben een leraar van art. En wat is jouw talent? Ongetwijfeld vinden we schatten in ieder van ons. Het is een kunst om die te ontdekken, maar het is een nog grotere uitdaging om die te durven delen met de klas, de school en misschien zelfs met het grote publiek. Art heeft als doel onze talenten verder te ontplooien, nieuwe talenten te ontdekken en vooral alles durven delen met anderen. We staan vaak op een podium en leren zo omgaan met stress en trots, met falen en slagen. We acteren, muzisteren, rappen, zingen, trommelen en nog veel meer. We zijn een knettergek team met één doel. Mensen doen lachen, huilen, genieten en verwonderen door onze talenten te durven delen. Daag! Commercieel talent is ook een vaardigheid die zeker verder kan ontwikkeld worden. Wat zijn de technieken in de reclamewereld? Hoe ontwijken we valkuilen in de reclame? Hoe werkt de geldstroom? Enzovoort. Twee voor de prijs van één. Want we duiken in de wereld van reclame en marketing. Bij ons geen verkoopspraatjes. Maar wel de echte reden waarom er altijd snoep aan de kast ligt. Zag de hamburger in je doosje er minder spectaculair uit dan die op tv? Waarom verkopen crop top, sneakers en debardeurs plots weer als zoete broodjes? Benieuwd naar meer? Want dit wordt zeker geen kat in een zak.
wilden ook een school met een open blik op de maatschappij. Wat gaat er in de wereld om en hoe zien we dat in de kunstwereld weerspiegeld? Hallo, het keuzevak Mind komt eigenlijk van de slagzin Open Your Mind. En dat betekent verruim je blik op de wereld. En dat proberen wij in de lessen te doen aan de hand van actualiteit en aan de hand van cultuur. In de lessen Mind ga je echt dieper in op het nieuws in binnen- en buitenland. En we gaan dat samen bestuderen en ook onderzoeken. De bedoeling is dat jullie kritischer worden en niet alles zomaar als waar aannemen. Wij denken dat je die kennis kan gebruiken in andere vakken op onze school ook. Anderzijds heb je ook cultuur die wij gaan bestuderen. En dat doen we niet enkel binnen de school, maar dat gaan we ook buiten de school doen. Je zal dus eigenlijk cultuur beleven. In het verleden hebben wij bijvoorbeeld radio gemaakt met onder andere de zesdejaars op onze school. Maar zijn we ook op street art tour geweest in Roeselare. Zijn we ook naar het filmmuseum geweest. Dus daar valt heel wat te beleven. Als je dus kiest voor Mind, dan kies je voor actualiteit, dan kies je voor cultuur en kies je ervoor om kritischer naar de wereld te kijken. Aandacht voor vreemde talen vonden wij heel belangrijk. Het moest een school zijn waar je niet zomaar een taal moest leren uit boekjes die los stond van alle andere vakken. Maar wel waar je een vreemde taal kon leren, geïntegreerd in andere vakken. Een school waar een vreemde taal praktisch en concreet werd aangeleerd. Hallo, ik ben Stephanie Sees, een van de KLIL-leerkrachten van de Broederschool. Bij KLIL is het de bedoeling om een zaakvak, in mijn geval geschiedenis, in een andere taal aan te leren. Voor ons is dat het Engels. De Broederschool heeft heel wat ervaring met KLIL. Wij waren namelijk de eerste die resoluut kozen voor KLIL. Onze eerstejaars die kunnen kiezen voor KLIL geschiedenis, de tweede voor KLIL aardrijkskunde en ook in de andere jaren wordt KLIL aangeboden. Ik zeg wel degelijk kiezen, want bij ons word je nooit verplicht om KLIL te volgen. Bij het begin van het schooljaar kan je ook het normale traject volgen. Met andere woorden, in het eerste jaar wordt geschiedenis als KLIL-vak aangeboden, maar daarnaast kan je ook altijd kiezen om geschiedenis in het Nederlands te volgen. Maar hoe doen jullie dat dan? Zullen sommigen onder jullie zich afvragen, want je bestudeert een zaakvak in een taal die je eigenlijk nog nooit bestudeerd hebt. Wel, wij proberen zoveel mogelijk met beelden te werken. Bijvoorbeeld, ik ben de teacher. Normaal gezien zitten voor mij de pupils. And for the moment, I'm writing on the blackboard. Daarnaast gebruiken wij ook filmpjes, educatieve spelletjes en ook digitale tools zoals Kahoot, Mentimeter, Boekwidgets, Thinglink en ga zo maar verder. Sommige leerlingen die hebben ook schrik om aan KLIL te beginnen. Want wat als je niet alle woordjes begrijpt? Ten eerste, het is niet erg als je niet alle woordjes begrijpt. Want uit de context kan je ook heel veel gaan afleiden en zo kom je, soms zelfs onbewust, tot een veel uitgebreider woordenschat. Daarnaast mag je ook altijd alle moeilijke woorden, alle vertalingen en alle extra uitleg aan de leerkracht vragen. Tijdens de les mag je ook kiezen of je antwoordt in het Engels of je antwoordt in het Nederlands. Natuurlijk proberen wij jullie zoveel mogelijk te stimuleren om Engels te gaan gebruiken. Ook op het examen of op de toets mag je kiezen als je antwoordt in het Engels of in het Nederlands. De moeilijke woorden die worden altijd sowieso vertaald. En als er toch nog eens een woordje tussen staat dat je niet begrijpt, dan mag je dat altijd aan de leerkracht vragen. Wat zijn nu de grote voordelen van KLIL? Wel, natuurlijk is er de grote taalverrijking. Doordat wij KLIL aanbieden, ondersteunen wij het vreemde talenonderwijs. Het is zo dat de leerlingen in KLIL 1 à 2 uurtjes extra die vreemde taal kunnen beluisteren, kunnen spreken, kunnen schrijven en kunnen lezen. Daarnaast heeft onderzoek ook aangetoond dat leerlingen die KLIL volgen het zaakvak eigenlijk ook beter begrijpen. Misschien is dat omdat wij iets meer nagaan of de leerlingen wel mee zijn.
en dat dan de vreemde taal. Of misschien is het ook wel omdat wij ons toch iets meer focussen op de hoofdzaken. Blijkbaar is het dus zo dat KLIL ervoor zorgt dat er meer en betere verbindingen zijn tussen onze hersenhelften. Met andere woorden, de leerlingen worden er creatiever en slimmer van. Maar let op, KLIL is en blijft een bewuste keuze. Een keuze die een extra inspanning vraagt. Je moet het dus zeker niet doen voor je gemak, maar weet wel dat het je heel wat meer extra bijbrengt. En het moest ook een school zijn waar ook met de handen kon gewerkt worden. Een school waar je niet alleen theorie kon leren, maar waar je ook techniek in de praktijk kon brengen. We zoeken, we bouwen en we maken rond verschillende thema's. Zoals programmeren, 3D-tekeningen, insturingen. Stem is leuk, stem is tof. We leren heel wat verschillende technieken en materialen kennen. En we moeten zelf weten welke het best past bij welke bewerking. We leren ook tekeningen lezen en perspectieven begrijpen. Hoe leuk is dat? We mogen zelf boren, schuren, veilen en zagen. Kortom, we zoeken voor alle problemen een oplossing. Wat? Stem niet voor meisjes? Vergeet dat maar. Stem is supercool. Kies voor stem! Heel wat keuze dus binnen de school met de keuzevakken Move, Art, Mind, Stem, Remark. En ook zaakvakken waarvan je kan kiezen of je ze in het Engels wil volgen of niet. Dus heel wat keuze. Er is ook heel wat reactie op onze chat al binnengelopen. Blijf reacties sturen, mensen. Deel, like. Ga maar door. We zijn al heel sterk in de ether. Severien Adams is de volgende overwinnaar. Winnaar, moet ik zeggen, van zo'n broederschoolfles. Proficiat, Severien. Je bent lid van de ouderraad, dat komt ook nog aan bod. Nu, die overgang naar het middelbaar, waar in plaats van die vaste stroom in de lagere school plots een school aangeboden wordt waar je heel wat keuze zelf kunt maken, ja, dat zal wel niet vanzelfsprekend zijn voor een 12-jarige. Er komt heel wat nieuws op je af natuurlijk. En van nieuws gesproken, wij hebben ook een nieuwskrant in de broederschool, De Mandelaar. Die kan je ook downloaden vanaf de Facebookpagina om online eens te lezen. Is heel interessant. Maar dus dat begrip dat we hebben voor leerlingen, dat alles nieuw is. Hoe ga je daarmee om? Hoe vang je leerlingen op waarvoor de school een totaal nieuw gegeven is? Wat doe je met die leerlingen? Hoe vang je ze op tijdens de eerste weken? Ook daar stelden Lander en Olivia zich vragen bij. Engines on, vaste seatbelts. En verder ging de zoektocht. We wilden vooral geholpen worden. De school moest de plaats zijn waar je opgevangen werd als je een platte band had. Of door omstandigheden te laat. Of wanneer er een ruzie was die uitgevraagd moest worden. Of als je je boterhammen was vergeten. Of zelfs als je je bezeerde of je niet goed voelde. Kortom, je moest met alle kleine en grote problemen er iets vlot en in alle rust terecht kunnen. Ja, terechte vragen van leerlingen natuurlijk en in het bijzonder van 12-jarigen. Waar kunnen ze op school terecht als ze problemen hebben? De mensen die op de broederschool zowat de eerste hulplijn op dat vlak vormen, die hebben we hier naar de studio gehaald. Bij ons is dat een groep van 6 mensen, maar we hebben Annelies en Joke de Munk naar hier gehaald, omdat zij de begeleiding aan de balie, ja, zij gaan daar het woord over voeren. Dag Annelies en Joke, een terechte vraag dus. Is de balie zo'n plaats waar leerlingen terecht kunnen? Waarvoor kan men zoal terecht aan de balie?
Wel Peter, misschien zou je beter vragen waarvoor je niet terecht kan aan de balie. Want eigenlijk kan je voor van alles en nog wat terecht bij ons aan de balie. Ja, inderdaad. De leerlingen komen vooral naar de balie als een leerkracht of als ze de directie willen spreken. Ook als ze bijvoorbeeld briefjes hebben of als ze die willen afgeven, als ze vragen hebben voor ons. Ook de ouders, als ze bellen naar school, dan komen ze bij ons aan de balie terecht. Iedereen kan eigenlijk bij ons terecht. Wij zijn eigenlijk de centrale plaats van de school. Ja, en ik neem aan dat dat tijdens die eerste week cruciaal is, he, om die leerlingen dan op te vangen. Hoe verloopt dat dan, zo'n eerste schooldag voor een 12-jarige? Ja, we weten dat de eerste dag eigenlijk heel spannend is voor de leerlingen en voor de ouders. We proberen eigenlijk ervoor te zorgen dat de leerlingen heel snel op hun gemak zijn, nietwaar? Ja, inderdaad. Eigenlijk komen de leerlingen van het eerste jaar aan op 1 september op de school om 8:30. Nu, het is zo dat die leerlingen eigenlijk de enige zijn van de school die aankomen om 8:30. De anderen beginnen pas om 9:50, dus kunnen zij wel op hun gemak aankomen. Ja. Zij kunnen komen met de fiets langs de Mandelaan. Daar is er een overdekte fietsplaats waar ze hun fietsen kunnen stallen. Maar ze kunnen ook binnenkomen langs de Fabriekstraat. Meestal is dat een plaats voor de leerlingen die met de bus of de trein komen en die dan langs deze kant naar binnen kunnen gaan. Mm-hmm. Misschien moet ik er ook nog bij vermelden dat Annelies samen met enkele ouders en enkele leerkrachten, enthousiaste leerkrachten, ervoor gezorgd heeft dat er ook werken zullen gebeuren aan de Mandelaan. Ja, inderdaad. Zodanig dat dat op een iets veilige manier zal gebeuren dan de leerlingen kunnen aankomen. Ja, daar kunnen we ook alles over lezen in de Mandelaan. Ja, inderdaad. Die kan je ook downloaden, zoals je zegt. Ja. Nu, de 1 september is niet de eerste dag eigenlijk dat de leerlingen van het eerste jaar aankomen, hè, op school. Nee, het is eigenlijk heel positief. Op het einde van de vakantie hebben wij een onthaalavond waar de leerlingen met hun ouders naartoe komen. En dan weten ze al in welke klas dat ze zitten. Kunnen ze al kennis maken met de leerlingen van hun klas en ook met hun titularis. Dat is eigenlijk heel positief, waardoor er wat minder stress is. Is de eerste schooldag. Ja, dus leerlingen voelen zich onmiddellijk thuis op onze school natuurlijk. Maar wat is dan de precieze taak van de opvoeder doorheen het jaar eigenlijk? Wel, wij staan vooral aan de balie, heel veel. En wij doen daar ook de administratie, maar dat is natuurlijk niet het enige dat wij doen. Wij staan ook in de refter, wij zorgen voor de maaltijden, we staan op de speelplaats. Ja. We zorgen ook voor de studie en zo. Ja. Mm-hmm. Dat is het zo. We zagen het in het filmpje natuurlijk, er gebeurt heel wat aan de balie daar. Ja, je sprak over middagactiviteiten ook. Welke activiteiten zijn er zoal over de middag dan? Ja, meneer Klaarhout zei het daarnet al. Er is heel wat te doen over de middag. In samenwerking met de leerkrachten eigenlijk wordt er van alles georganiseerd. Wij zelf, de opvoeders, staan in voor de sport op de speelplaats. Uh-huh. Er is voetbal en basketbal. Ook in de turnzaal is er sport. En wij organiseren ook de recreatie. Dat is eigenlijk een plaats waar je naartoe kan als je een gezelschapsspelletje wil spelen of ook als je nog iets wil bekijken in je cursus. Mm-hmm. De leerkrachten die organiseren ook heel wat middagactiviteiten. Ja. De dactylo, de bibliotheek. Er is eigenlijk heel wat te doen, ook de middagstudie. Dus je kan eigenlijk heel veel doen over de middag. Je zal je niet vervelen. Ja, bij ons op school is er eigenlijk ook weinig, of zijn er weinig problemen met ruziemakende leerlingen, net omdat ze bezig zijn over de inderdaad, middag. Inderdaad, omdat ze wel weten wat doen over de middag, inderdaad. Waar en wanneer kan je dan eigenlijk studie volgen op de Broederschool? Wel, de studie, we weten eigenlijk dat er leerlingen zijn die liever thuis studeren in hun vertrouwde omgeving, maar sommige leerlingen vinden het ook stimulerend om in een groep te studeren. Het is ook soms moeilijk om hobby's te combineren met al dat studiewerk. Het is daarom ook dat bij ons eigenlijk de studie niet verplicht is. Je kan eigenlijk kiezen, in samenspraak met je ouders natuurlijk, wanneer je de studie volgt en op welke dagen en tot welk uur tenminste. En dat moet doorgegeven worden, dus hoe verloopt de communicatie met de ouders dan? Wel, wij hebben eigenlijk, alle communicatie gebeurt eigenlijk via Smart School. Mm-hmm. Want het is heel belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt. Het is niet altijd eenvoudig om alle ouders en leerlingen in te lichten, maar dat gebeurt dus via Smart School, dat is eigenlijk ons centraal communicatiemiddel. En ook daar worden leerlingen natuurlijk in begeleid in het begin. Ja, want ze kunnen ook berichten sturen naar directie, naar de personeelsleden. Ja. Dus en dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Ja, inderdaad.
Hebben jullie om af te ronden nog wat wistjedatjes, zo wat weetjes om mee te geven aan de ouders en leerlingen? Annelies? Ik heb een eerste wistjedatje dat wij gebruik maken van invulboeken en de hoger jaren ook huurboeken. Die moeten vooraf niet besteld worden. Dat gebeurt eigenlijk allemaal door de school. Dus je hoeft niet vroeger te komen naar de school om je boeken op te halen. Mm-hmm. Die liggen klaar. Ik heb ook nog een wistjedatje dat alle leerkrachten tijdens hun eerste lessen vertellen wat je precies nodig hebt voor welk vak. Is wel interessant en je hoeft eigenlijk vooraf niet veel aan te kopen. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik heb nog een wistjedatje. Ja. Je kan ook een lokker huren bij ons op school. Mm-hmm. Dat is niet verplicht, maar vele leerlingen maken daar wel gebruik van. Dat okay. Je na de studie je boeken daar terug in kan leggen en zo. Dat is wel handig. Mm-hmm. En mijn laatste wistjedatje is dat we er ongelooflijk naar uitkijken om jullie te zien op 1 september en jullie welkom te heten. Oké. Okay. Ja. Blijkbaar mag iedere leerling jullie met de voornaam aanspreken ook, dan ga ik dat ook doen. Hartelijk dank voor deze coronaproof, voor dit coronaproof gesprek. Ja. Jullie blijken dus de moederkloeken van de school te zijn. We proberen dat. Je haalde ook de middagactiviteiten aan. We gaan eens kijken wat Olivia en Lander daarvan verwachten. Hé. Welke middagactiviteiten vinden zij interessant? Waar zijn zij naar op zoek? Engines on, fasten seatbelts en verder ging de zoektocht. Het was al fantastisch wat de broederschool aanbod, maar we wilden nog net dat tikje meer. Geruchten gingen dat de broederschool ook buiten het lessenpakket grote aandacht had voor talenten. En dat de school aan iedereen die wou een podium wou geven. Maar was dat ook zo? Kon je inderdaad bijvoorbeeld ook over de middag uitleven in wat je graag deed? Kon je er dansen, sporten? Kon je er inderdaad gitaar spelen? Meedoen in een schoolband? Kon je toneel spelen? Kon je in een koor? Meebrengen naar school en werd je daarin verder gerespecteerd en gestimuleerd? In de broederschool bleek dat echt zo te zijn. En we hebben alweer een winnaar, dames en heren. Sjobbe de Kroos, leerling van de broederschool, die wint ook een drinkfles van de broederschool. Proficiat Sjobbe. Het zal stilaan wel overduidelijk zijn dat de broederschool inderdaad heel veel aandacht heeft voor ontplooiing van talenten op alle gebieden. Maar dat hoeven niet altijd grootse dingen te zijn natuurlijk. Niet iedereen staat graag op een podium of zo. Maar uit die middagactiviteiten groeien soms wel eens een aantal dingen. Leerlingen die samen sporten, leerlingen die samen gitaar spelen, die een muziekband oprichten bijvoorbeeld. En een van de schoolbands, waar leerlingen uit verschillende jaren in samen zitten, die hebben een liedje gemaakt dat voor hen weergeeft wat de broederschool voor hen betekent. Het is een heel aanstekelijk liedje. Je mag thuis zeker stoelen en tafel aan de kant gooien en meezingen, meedansen. Ik nodig jullie uit om de volgende 5 minuutjes toch eens van dat liedje te genieten. Een kleine adempauze.
als dat geen oormorm is, daar, dames en heren, wij hopen dat iedereen dit liedje volop en uit volle borst zal blijven zingen, want het is echt wel reclame voor onze school. De Broederschool barst van talent, net omdat we aan ieders talent een plaats geven. Dat is nu wel gebleken. Maar school betekent natuurlijk niet sowieso in de kijker staan. Het hoeft niet per se op het grote podium te zijn, dat heb ik al gezegd. Niet iedereen heeft dezelfde talenten, maar ieders talenten zijn wel even waardevol natuurlijk. En soms ook hebben leerlingen het wat moeilijker. Loopt alles niet van een leien dakje, wat dan? Wat als het even wat minder gaat? Ook daar moet een goede school natuurlijk meer dan aandacht voor hebben. We kijken eens naar de bezorgdheden van Lander en Olivia daaromtrent. Engines on, fasten seatbelts. We wilden nog meer zien. Maar wat als het niet zo goed zou lopen op studievlak? Wat als je wat moeite had om alles te verwerken? Zou de school je dan helpen en nog meer begeleiden? Zou je op school afgeschreven worden omdat je punten iets minder waren? Of zou men je leren hoe je dat leren best aanpakt en proberen je mee te krijgen op de trein van het studeren? Ja, alweer een terechte vraag van Lander en Olivia natuurlijk. Hé. Waar kunnen leerlingen terecht als het wat minder gaat op studievlak? Hoe worden leerlingen begeleid? Wie anders konden we beter vragen dan de twee mensen die hier naast mij zitten, Nadine Biebuik en Joke de Munk? Want zij horen tot de cel-leerlingbegeleiding, wij noemen dat zo op school, de cel-leerlingbegeleiding. Die bestaat uit een ploeg van medewerkers, 3 mensen zetelen daarin. 2 van hen hebben we dus naar hier gehaald om eens wat te getuigen over die leerlingbegeleiding. Dag Nadine en Joke. Hallo. Leerlingbegeleider of opvoeder in de Broederschool, wat is er typisch aan die begeleiding? Wat is er anders dan in andere scholen, denk je? Wel, in de Broederschool, je zegt het al Peter, een school opgericht door broeders met een heel sterke visie gebaseerd op een 5-tal pijlers. En een van die pijlers is voor ons wel heel belangrijk. Dat is de pijler kansen geven. Wij willen aan elke leerling met zijn of haar verhaal de goede kansen geven. Zo is die leerlingbegeleiding voor ons dus eigenlijk heel belangrijk. Ja. Nu, kansen geven en begeleiding van leerlingen, dat klinkt heel nobel, maar ook heel algemeen natuurlijk. Kan je dat wat meer typeren, wat meer specifieren? Ja. Wel, ik denk dat iedereen zich wel een beetje herkent in de volgende uitspraken van ik voel me niet zo goed in mijn vel. Of hoe moet ik nu precies juist plannen om goed te kunnen studeren? Mm-hmm. Of de dokter heeft tegen mij gezegd, ik heb ADHD en nu? Wat moet er nu gebeuren? Eigenlijk vinden we het belangrijk, zoals de directeur daar juist zei, mm-hmm. dat onze leerling niet zomaar een nummer zijn op school. Maar dat we eigenlijk elke leerling proberen te begeleiden met zijn of haar rustzakje. Ja. Van begeleiden gesproken, ik ga eens dat plexiglas wat begeleiden richting mezelf, want ik zie dat het naar jou aan het kantelen. Ja. Nu, je spreekt over begeleiding van leerlingen. Is dat een taak die alleen voor jullie weggelegd is dan op school, of hoe zit dat dan? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zien wij leerlingbegeleiding als een taak van iedereen die bij ons op school werkt. Uh-huh. Zowel van de leerkrachten, de opvoeders, maar ook van de directie. Uh-huh. Ja, het is namelijk zo dat als je een probleem hebt dat vakgebonden is, dat wij onze vakleerkrachten aanspreken. Is het probleem iets ruimer, dan heeft elke klas een klastitularis. En in het eerste jaar zijn dat heel ervaren mensen. De naam is ook al gevallen als zijnde een beetje de moederkloekjes voor onze leerlingen, die dus heel veel uren in die klas komen omdat zij een hoofdvak geven en dus heel nauw in relatie staan met de leerlingen. Uiteindelijk is er dan ook die cel-leerlingbegeleiding die, als het probleem nog ruimer is en het vorige overschrijdt, dan wordt de cel-leerlingbegeleiding bestaande uit de directie. Wij als leerlingbegeleiders, en dat is niet alleen wij 2, maar we zijn met 3 op school inderdaad. En met iemand van het CLB die ons ook met raad en daad bijstaat om die problemen aan te pakken. De opvoeders zijn al aan het bod gekomen, maar ik wil ze toch nog eventjes benoemen, want voor problemen op de speelplaats en dergelijke kan je ook altijd bij hen terecht. Mm-hmm. Maar dat is een heel getrapte aanpak, zal ik maar zeggen. Een heel
in stappen uitgewerkte aanpak bij leerlingbegeleiding. Nu, ik hoor al een paar keer het woord problemen vallen. Ik neem aan dat jullie niet alleen met problemen te maken krijgen, dat jullie ook nog andere dingen doen dan problemen oplossen. We proberen ook wel preventief te werken natuurlijk. Bijvoorbeeld voor het eerste jaar, in het begin van het schooljaar, beginnen we met een infosessie rond leren leren. Eigenlijk heel wat tips dat we geven van hoe begin ik nu te studeren in de studie. De eerste studies zijn wij ook aanwezig als leerlingbegeleiding in die studie om onze eerstejaars goed op weg te helpen. En naast de begeleiding in de studie geven we in het eerste trimester bij de eerstejaars ook een bundel genoemd Leuker Leren. Ja. In die bundel werken alle vakken, alle vakleerkrachten aan een specifiek onderdeel. Het plannen, het organiseren, jezelf controleren, leren schematiseren, wordt doorheen alle vakken begeleid. Zo krijgt de leerling eigenlijk de kans om een eigen leerstijl te ontwikkelen. Ja. Maar dat klinkt nogal klassikaal. Is er dan ook geen plaats voor individuele begeleiding? Absoluut, ja. Indien al het voorgaande inderdaad onvoldoende is, dan bieden wij persoonlijke individuele studiebegeleiding aan. In de hoop dat de uitleg die eigenlijk wel klassikaal gegeven geweest is, individueel gegeven nog wat meer effect kan hebben. Ja, want leerlingen hebben soms te kampen met specifieke problemen, bijvoorbeeld ADHD. Ja. Wat gebeurt er voor die jongeren? Wel, eigenlijk vragen we aan de ouders om alle info in verband of eventuele problemen of info of andere dingen te melden. En dat kan zo vlug mogelijk en eigenlijk kan dat vooral ook bij de inschrijving. Dus hoe werken we dan verder? Dan kunnen we eigenlijk meteen van start gaan en kunnen we de leerling de gepaste begeleiding aanbieden. Het is ook wel zo dat we dan tijdens de eerste maanden leerlingen leren kennen in de klassituatie. En eind oktober zijn er dan klassenraden. Wat zijn klassenraden? Misschien is dat niet, of kent niet iedereen dat. Dat is eigenlijk een soort vergadering met alle leerkrachten van die ene klas. Daar worden alle eerstejaars individueel besproken. Zien we bij bepaalde leerlingen moeten er nog specifieke maatregelen komen, dan zetten we dat, of dan overlopen we dat, zetten we dat eventueel op papier. En tijdens het oudercontact voor de herfstvakantie bespreken we dit dan samen met de ouders en de leerling. Ja. Nu, we spreken over ADHD, er is ook dyslexie. Ik neem aan dat dergelijke gevallen ook op dezelfde manier ongeveer. Absoluut, ja. We hebben op onze school allerlei lijsten met heel wat maatregelen waaruit we de juiste maatregelen voor die leerling gaan uitpikken. En dat is niet alleen voor dyslexie, maar ook voor dyscalculie, eventueel ADHD, ADD, autisme. Momenteel komen zelfs beelddenkers aan bod. Dus specifiek echt op de leerling zelf? Absoluut. We werken met begeleiding volledig op maat. En kunnen leerlingen dan ook bijles krijgen? Als leerlingen in bepaalde zaken niet mee zijn, kunnen ze altijd inderdaad uitleg vragen aan de vakleerkracht. Dus ja, we hopen eigenlijk met deze korte uitleg dat we jullie ouders en leerlingen wat verder op weg geholpen hebben. En nog meer, wij hopen vooral jou te mogen verwelkomen op onze broederschool. Ja. Oké. Dit gezegd zijnde, mensen kunnen natuurlijk ook nog komen voor de fysieke rondleiding op school, waar ze jullie ook zullen ontmoeten, neem ik aan, en waar ze eventueel nog wat verder kunnen vragen in verband met de specifieke leerlingbegeleiding. Oké, we zorgen er dus met de school voor dat iedereen mee is op de trein. En over het mee zijn op de trein gesproken, er is natuurlijk ook nog een ander aspect waarin een school, waar haar school haar wagentje aan de trein moet hangen, zeg maar. Dat is de technologische, de maatschappelijke ontwikkeling. Daar moeten we ook mee bezig zijn natuurlijk. Ik nodig jullie uit om eens te kijken wat onze helden, Olivia en Lander, ik kwam bijna niet op de naam, Olivia en Lander, wat zij daarvan vinden. Engines on, vast de seatbelts. Ook voor een antwoord op de volgende vraag ging de vlucht verder. We zochten een school die mee was met zijn tijd. Een school die niet achterbleef, maar die net inspeelde op de ontwikkelingen in de maatschappij. Een school die modern onderwijs aanbood dat de rekening hield met wat op de arbeidsmarkt nodig was. Een school die meesprong op de ICT-trein, maar tegelijk zorgde dat iedereen mee kon springen. Een school dus met de blik vooruit. Ja, hoe speelt de school in op de ontwikkelingen op ICT-vlak? Want dat is toch inderdaad ook wel een trein die volop in beweging is.
Er is op school al heel wat gebeurd dit schooljaar op het vlak van ICT in aanloop naar volgend schooljaar toe. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. We horen het ook al in het filmpje zeggen door de leerlingen, Peter. Een goede school is ook een school die mee is met zijn tijd. Als je dat naar de huidige maatschappij en dan ook de noden voor de toekomst wilt vertalen, dan betekent dat voor onze school dat wij ook mee moeten zijn met alle vernieuwingen op vlak van ICT. Je kan computers niet meer wegdenken uit onze samenleving, dus ook zeker niet meer uit het onderwijs. Mm-hmm. Onze samenleving is ook een netwerksamenleving geworden, veel meer een kennismaatschappij, waar alles digitaliseert. Dus met traditioneel onderwijs alleen kom je er niet meer. Want om mee te draaien in de maatschappij heb je ook als leerling of toekomstige werknemer specifieke ICT-vaardigheden nodig. Mm-hmm. En als school gaan wij proberen onze leerlingen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Ja, dat is zo. Hè. In het onderwijs worden ook steeds vaker ICT-toepassingen ingezet mm-hmm. om dat leren te ondersteunen. Wat wij eigenlijk op school willen is dat traditioneel leren, dat inderdaad ook nog waardevol is natuurlijk, mm-hmm. die traditionele methode combineren met de mogelijkheden die we op ICT-vlak hebben natuurlijk. En vandaar dat wij volgend schooljaar willen beginnen met de integratie van een pen-device. Ja, inderdaad. Voor de mensen die dat niet zouden kennen, dat is een type laptop dat zoveel meer is en kan dan een gewone laptop. Dus naast de modaliteiten en de functies die een gewone laptop heeft, kan je dit pen-device ook omvormen tot een tablet. Mm-hmm. En kan je met de bijgeleverde pen daar ook digitaal gaan opnoteren, cursussen invullen enzovoort. Dus een cursus die eigenlijk normaal op papier geleverd wordt, ziet er plots heel wat anders en dynamischer uit. Ja, het is ook veel meer dan dat. Je kan met een pen-device heb je oneindig veel mogelijkheden mm-hmm. op het vlak van media, van documenten delen, van samenwerken met elkaar. Ja. Differentiëren ook, noem maar op. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk wel gevolgen voor de manier van lesgeven. Onze leerkrachten zijn daar uiteraard nu al mee bezig. Het is natuurlijk niet zo dat alles op de pen-device zal gebeuren. Hè. Mm-hmm. Volgend schooljaar, er zullen nog lessen op de gewone manier gegeven worden, uiteraard ook. Maar er zijn dus heel wat mogelijkheden met die pen-device. Ja, inderdaad, zoals je het al zei, onze leerkrachten zijn momenteel echt wel intensief bezig om zich daarop voor te bereiden. Ik denk dat de coronacrisis wel een handje heeft geholpen, waardoor dat die vaardigheden iets sneller ontwikkeld worden dan misschien normaal gezien het geval zou zijn. Ze leren ook heel veel van elkaar, maar we merken ook dat ze heel veel leren van leerlingen. Het zal jullie misschien niet verbazen dat onze leerlingen daar ongelooflijk snel mee weg zijn. Ja, maar tegelijk beseffen we natuurlijk ook wel dat het niet voor elk gezin of voor elke leerling evident is om dat te gebruiken mm-hmm. of zelfs maar aan te schaffen. Ja. Maar we hebben een visie rond ICT uitgewerkt die daar toch wel op gericht is. Hè. Het moet voor iedereen haalbaar zijn, zowel financieel als het ermee werken. Hè. We zorgen dus dat iedereen mee kan op die ICT-trein. Er gaan nu al lessen door natuurlijk ook al op PC mm-hmm. en we zien daar ook wel welke vaardigheden dat die leerlingen hebben. En zoals je zegt, dat geeft echt wel een boost aan die lessen. Maar nog eens, mm-hmm. het is dus niet de bedoeling dat alles voortaan op die pen-device gebeurt natuurlijk. We maken een combinatie met dat traditioneel leren. Ja. Ja, zeker. Begeleiden en differentiëren waar nodig, dat zijn echt wel de pijlers van onze broederschoolse visie, maar dus ook van onze ICT-visie. Maar natuurlijk is het financiële plaatje ook wel belangrijk. De kijkers thuis, en jij Peter hebt waarschijnlijk ook al gehoord van de Digisprong. Mm-hmm. Dat is een initiatief dus van de Vlaamse regering, voor degenen die het niet zouden kennen, die de coronacrisis eigenlijk aangrijpt om een budget van 375 miljoen euro te gaan investeren in wat zij de grote digisprong noemen. Het is eigenlijk een groots plan dat volgens minister Weitz voor een digitale revolutie moet zorgen in het onderwijs. Ja, maar wij waren gelukkig al langer bezig met die uitrol absoluut. Van een digitale aanpak, omdat we nu eenmaal mee moeten op die trein van het digitale. En die digisprong zou inderdaad wel een grote financiële steun moeten betekenen, want blijkbaar gaat dat over 510 euro per leerling ongeveer. Maar ja, er zijn nog steeds wat vragen en onzekerheden daarover. Hè. Mm-hmm. Er is nog geen concreet antwoord. Dus ja, het is voor ons ook nog op bepaalde vlakken nog wat afwachten. Ja, zeker, absoluut. Maar het feit is dus echt wel dat we er gaan op toezien en willen op toezien dat het voor iedereen haalbaar blijft, bijvoorbeeld met een aangepast betalingsplan. Bovendien compenseert de aankoop van zo'n pen-device natuurlijk ook wel een aantal andere aankopen die dan zullen wegvallen. Denk maar aan de rekenmachine bijvoorbeeld. Ja.
In elk geval, zoals je zegt, hopen wij ook dat wij de komende weken en maanden heel wat meer duidelijkheid zullen krijgen vanuit de overheid. En we zullen dat dan ook zo snel mogelijk communiceren aan potentiële leerlingen, ouders, sympathisanten en geïnteresseerde mensen. Dus ik kan zeggen, blijf onze website in de gaten houden en wij zullen zo snel mogelijk alle info communiceren. Dat is juist, dankjewel. Dus Lisa, meer informatie zal dus nog volgen. Ja. Het is wel zeker dat wij op de digitale weg willen verder gaan, ja, natuurlijk. Absoluut. En dat we iedereen op die trein willen meekrijgen. Nu, even zeker is uiteraard dat de boog ook niet altijd even super strak gespannen moet staan. Ja, er zijn specifieke activiteiten voor het eerste jaar die toch ervoor zorgen dat leerlingen ook toch wat van meer ontspannende activiteiten kunnen genieten. We gaan eens kijken wat Lander en Olivia daar opnieuw over te zeggen hebben. Engines on, fasten seatbelts, let's continue the quest. We waren er bijna. Nog één mens hadden we. We wilden een school waarvan bij het begin er alles aan gedaan werd om van de klasgroep een hechte vriendengroep te maken. Een school waar met ontspannende en leuke activiteiten ook voor sfeer gezorgd werd. Want de boog hoeft niet altijd super gespannen te staan. En dat bleek in de broederschool het geval te zijn. Ja, wat doet de broederschool voor speciale activiteiten voor dat eerste jaar in de broederschool? Dat is natuurlijk een vraag die iedere 12-jarige wel interesseert. Hé. En op de broederschool zijn het wel activiteiten. Als het al ontspannende activiteiten zijn, dan is dat toch ook vanuit een gedragen visie. Het is de bedoeling dat leerlingen sociaal vaardig met elkaar omgaan natuurlijk. Dat moet echt wel het criterium zijn. We gaan niet zomaar activiteiten organiseren. Nu, we hebben het al gezegd, de referentie daarvoor zijn natuurlijk de leerlingen zelf. En we hadden graag twee leerlingen naar de studio gehaald om daarover live te kunnen getuigen. Maar door corona-omstandigheden hebben we het anders moeten aanpakken. Creatief als we zijn natuurlijk, hebben wij hen een aantal foto's voorgelegd van die activiteiten van het eerste jaar. En hun commentaar daarop gewoon opgenomen. En daar gaan we nu eens naar kijken, naar dat filmpje waar twee leerlingen, Ode Buijsen en Julie de Boekage, vanuit de school commentaar geven bij de activiteiten die in het eerste jaar gevoerd worden. Oh, dat was een foto van de kennismakingsdag. Dat was plezant. Het was de hele dag vol met sport en spelletjes. Heel fijn om direct mijn medeleerling te leren kennen. Er was een super toffe sfeer en we voelden ons daar snel thuis op de broederschool. Ja, het was eigenlijk wel heel gemakkelijk om zo nieuwe vrienden te leren kennen. En de leerkrachten deden ook mee, de Max. Ah, dat is een foto van de barbecue. Ja, dat werd met de eerstejaars georganiseerd om een beetje centjes binnen te halen en de schoolreis naar de Ruby goedkoop te kunnen maken. Want ja, dat is een driedaagse schoolreis. Eigenlijk was die barbecue op zich al super tof, want iedereen hielp mee. En ook de mama's en papa's leerden elkaar kennen. Dat was een taart die iedereen wel wou. Die was door mama's gemaakt, denk ik. Want veel ouders hielpen bakken voor de taart te verkoop. Dat was echt meteen een heel gezellige avond. En bracht ook nog geld op ook. Oh, de sportdag. Ook al zo leuk. Ja, je ziet het, hé. Er was heel veel keus aan sporten. En iedereen vond wel iets waar hij of zij goed in was. Dat zijn foto's van de studierace. Het is op zich al tof om eens een dag niet op de schoolbank te moeten zitten. Maar we mochten ook zelf dingen doen. Je ziet hier dat de afmetingen aan het doen zijn voor natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Ja, ik weet nog, het ging over abiotische en biotische factoren in een bosbiotoop. Dat klinkt moeilijk, maar het viel nog mee en het was een super toffe dag. Dat zijn leerlingen in uniform. Niet dat er bij ons een uniform moet gedragen worden hoor, nee, nee. Het is de dag van de jeugdbeweging en iedereen die in een jeugdbeweging zit, doet daar aan mee. Dus er is ook een nacht van de jeugdbeweging. Dat is echt ook de Max. En dat wordt ieder jaar georganiseerd door leerlingenraad. Dat doet de leerlingenraad ook ieder jaar. De zin naar school halen. Dat valt in de semmen natuurlijk. En dat is net zo voor de proefwerken. Dus een leuk moment om de leerling toch eens te verrassen. Dat motiveert je.
Ik denk misschien dat er ook oudere mensen mee op school zitten, maar dat is niet zo hoor. Dit is een foto van de La Salle-dag. Juist, de La Salle. Dat is de stichter van de broederscholen. En die vond ook aandacht voor de zwakkeren zeer belangrijk. Op onze school hebben we daar nog altijd aandacht voor. Het is daarmee dat we op die de La Salle namiddag een bezoekje brengen aan de mensen in de rusttoort en met hen spelletjes spelen. Dat is tof voor hen, maar voor ons was dat eigenlijk ook heel leuk. De Week van de Leerlingenraad. Dat is een week waar elke dag een ander thema aan bod komt. Dieren, beroepen, het leger. En al wie dat wil, mag dan verkleed naar de school komen. Je kan je soms een kriek lachen met hoe sommigen zich dan verkleden. Maar de lessen blijven wel serieus, hè. Ah, ja. Dat was de studiereis naar Technopolis. Ook machtig, want je kon daar zelf experimenteren met van alles. Ja, dat is juist. En 's namiddags gingen we dan naar de Joodse Week in Antwerpen voor godsdienst. Daar doen we met school ook elk jaar aan mee. De kangeroewedstrijd. Dat heeft niets te maken met dieren hoor. Wel met wiskunde. Er zijn altijd wel mooie prijzen te winnen. Ja, ja. Maar iedereen krijgt sowieso wel iets. Het is eigenlijk wel een toffe uitdaging om zo de schooleer te kunnen verdedigen. Ja, dat was het hoogtepunt van ons eerste jaar op de broederschool natuurlijk. De driedaagse schoolreis naar de Puy. Dat was met een fotozoektocht in Durbuy, met een plons in het zwembad en met veel avontuurlijke activiteiten. Ik kan je verzekeren dat we na 3 dagen enorm moe waren, maar dat was het ook van het lachen. Ja, en het was ook leuk om de leerkracht natuurlijk op een andere manier te leren kennen. Dat was de eindejaarsactiviteit, om het schooljaar af te ronden. Ja, je kan het jaar toch niet afsluiten zonder nog een leuke activiteit te doen samen, hè. Met heel het eerste jaar in het zwembad. Je ziet van hier dat het heel plezant was. Voilà, heel wat leuke activiteiten daar in het eerste jaar met Top of the Bill natuurlijk, die driedaagse schoolreis naar Durbuy. Voilà, we hebben nu het afgelopen uur een zo eerlijk mogelijk beeld proberen te schetsen van waar wij als broederschool voor staan, hoe het er op onze school aan toe gaat en wat onze leerlingen, leerkrachten, directie en ouders belangrijk vinden. Omwille van corona hebben we alles proberen binnen een behoorlijke tijdspanne te houden. En hebben we nu niet het luikje oudervereniging opgenomen, maar u zal ongetwijfeld nog snel van hen horen hoor. Waar u nog meer info kan bekomen, dat is natuurlijk op school zelf. Blijf nog even bij ons, een paar minuutjes nog voor de uitsmijter van het programma. Want op het einde van de aftiteling ziet u waar en wanneer u terecht kunt op school voor eventueel, mocht u dat wensen, een fysieke rondleiding die helemaal coronaproof speciaal voor u en in uw gezinsbubbel georganiseerd wordt. Ook op de website vind je allerlei informatie, de website van de broederschool. En inschrijven tijdens die fysieke rondleiding, dat kan natuurlijk ook. Hè. Gelieve deze Facebook-stream massaal te delen, zodat de hele wereld kennis maakt met onze fantastische broederschool. Want u weet, iedereen is bij ons welkom met zijn talenten en met zijn eigen vaardigheden. Hartelijk bedankt alleszins al voor de massale reacties in onze chat en om ons gedurende deze avond al massaal te delen. Dank je wel alleszins. Rest mij nog om ook Lieven Dufour en collega Tim De Serrano te bedanken voor de technische ondersteuning. Fantastisch gedaan. En zoals het de broederschool betaamt, zo is het altijd, of toch wel heel vaak, geven wij het laatste woord aan de leerlingen zelf. Zij zijn natuurlijk de enige referentie. Zij zijn het criterium waarop wij ons baseren om te bepalen of wij inderdaad goed bezig zijn of niet. Dus vandaar dat we heel benieuwd zijn naar het eindoordeel van Olivia en Lander. Kijk de stream nog even helemaal uit, dames en heren, want op het einde van de aftiteling ziet u alle info die u nodig heeft voor een fysieke rondleiding op school. Daar is mij alleen nog u uit te zwaaien en te zeggen van geniet nog van de laatste 2 minuten van onze uitzending. Bye bye en bedankt voor het kijken. Dankjewel. Engines on for final countdown. We waren overtuigd. Deze school had alles wat we 12 jaar heeft. Kwaliteitsonderwijs en aandacht voor ieder talent. Een goede balans tussen theorie en praktijk, tussen studie en hobby. Een school met aandacht voor de volledige persoonlijkheid, waar je geen nummer bent en waar je veel meer bent dan wat je in procenten kan uitdrukken. We wisten ook dat we ook konden inschrijven voor een echte rondleiding.
daarover staat op de website van de school. Wij waren alvast overtuigd. En hopen ook jullie snel op onze school te zien.